Vandaag speel ik FC 24 totdat ik een Team of the Season La Liga pack. Er zijn echt gruwelijke La Liga Team of the Seasons uit. Denk aan een 5-star 5-star Vinicius, een 5-star 5-star Griezmann en natuurlijk de main man Bellingham. En die willen we. We gaan op dit moment 15-0 in Weekend League. Moeten nog 5 potten voor rang 1. En die gaan we nu lekker spelen. Voor elke pot die ik verlies moet ik 10 euro weggeven aan een van jullie die deze video liked en geabonneerd is. En de winnaar van 2 video's terug, de 50 euro giveaway, komt nu in beeld. Dus gefeliciteerd, maar we gaan nu toch echt beginnen. Dit is het team waarmee we het gaan opnemen. We hebben Thuram, 94 rode kaart. We hebben Foden, 94 rode kaart. En ik heb een nieuwe aanwinst deze Weekend League, Sergio Busquets. En die is echt griep goed. Dus het moet easy lukken. En het eerste team waar wij tegen moeten ziet er als volgt uit. 92 van de Sar. Slotterbeck Havertz. Op zich een decent team. Niet heel bijzonder goed. 2 seconds later. Oh, die moest ik hebben. Dat is niet fijn. Nu gaat hij een grote kans krijgen. Laat de keeper voor de zekerheid maar uitkomen. Maar hij speelt het goed uit. 1-0 achter. Oeh, dat is niet fijn hoor. Goeie bal. Kop hem binnen. Nope. Moet erin, Kai. Moet erin. Oh, dit is een goede bal van hem. Ook goede keeper moment. Ik wilde zeggen, dit is heel unlucky, maar kom ik toch goed weg. Dit is wel fijn, want hij speelt alleen maar de bal achterin. Met alles in het leven, als je gaat janken, dan wordt het alleen maar erg. Alleen maar erg, met alles in het leven. Nou, en Mbappé. Ja, ik heb ze. Kijk, dat is Busquets' kwaliteit, de hoge balletjes. Ona Batley. Kan ze er wat mee? Weer naar Busquets. Foden. En Mbappé. Wat zijn dit voor ballen steeds? Ja! Golazo! Maar ik vind je ook een beetje mongol. Veel Foden! En nu ga ik lekker de bal houden. A few moments later. En zo gezegd, zo gedaan. 45 minuten later afgelopen. 16-0, eerste pot gewonnen. Heerlijk. Tweede pot van deze video tegen Team of the Year. Alisson, Koundé heeft hij al, Havertz. Opnieuw goed team, niet heel bijzonder. Finish him! Oh. Kapot gemaakt! Helemaal kapot gemaakt. Sorry. 1-0. Heerlijk goaltje. Foden. Oh, ja. Oh. Ja, deze pot gaat heerlijk. Deze pot gaat echt heerlijk. Wow, ik ben deze man echt aan het doodmaken gewoon. Hij mag ook wel leaven een keer. Want het is... Het begint nu wel een beetje saai te worden. A few moments later. Oké, okay, het is iets verder in de wedstrijd, maar nu is die toch echt weg. 3-0 gewonnen, ragequitje. 3 potjes te gaan. Rode Salah, rode Goretzka, rode Thuram. En dan ook nog voor Champions Arnhem en Cruijff. Oké, okay, grappig team. Wordt een moeilijke wedstrijd, denk ik. Nee, ik denk het niet. Son Golazo, groen getimed. Heerlijk. Goeie finish. Lukt hem zelfs in één keer, die Busquets, joh. Heerlijk. Zon weer, midden. Zo, die bisek is goed, man. Mijn god. Groot ook. Ja, en dan scoort hij uit de counter ook nog. Hij klikt op pauze. Gaat hij lieven. Ja. Oké, okay, het derde team soort van alweer. En een rode Alisson 5 back alweer. En een rode Mbele. Hij heeft vorige week vroeg zijn Weekend League afgemaakt. Want toen waren de packs glitched. En kreeg je bijna in elke player pick Dembele of Mbappé. Ja, 1-0 achter. Oké, okay, staat er ook wel aan te komen, eerlijk is eerlijk. Ik had al 4 grote kansen tegengekregen. Dus ik moet gewoon wat beter gaan spelen. Oh, die moet hangen. Oh, we krijgen een penalty. Nou, dankjewel. Dan schieten we hem linksboven. Ik ben blij dat ik niet voor linksonder koos, want hij dook linksonder. Oké, okay, we staan weer 1-1. 2 seconds later. Ja, dan scoort hij ook gelijk de 2-1. Jongen. 2 seconds later. What the fuck, ouwe. Ik word gewoon kapot gemaakt. Nou, 3-1. Oh, hij griddied me. Dat is wel interessant. You sure about that? Oh, sorry. Wauw. Wauw. Oké, okay, uiteindelijk was die wel lekker geliefd. Dus we moeten nog 2 potten spelen. En dan kunnen we die rewards öffnen. Wauw, wat een bal. Ja, doet hij goed. Oké, okay, slecht voor mij. 1-0 achter. Waarom word ik nou weer gegriddied? Wat is dit? Lekker voor je.
Lekker! Kom op. Goeie uitgespeelde goal. 2-1, 76e minuut. Donjon Malen met de goal. Famu. Scoren nog 3-1 in de laatste minuut. Oké, okay, Donjon Malen weer. We hebben sowieso rang 1. We hebben sowieso de beste rewards. Dat is lekker. 3 player picks voor La Liga Team of the Season. Maar we hebben nog 1 pot te spelen. Dus, als ik deze pot win, ga ik 20-0 tijdens La Liga Team of the Season. Het is een decent team. Niet super. Oh, wat een balletjes van Busquets, hé. Dit moet eigenlijk alweer hangen. En het hangt ook. Heerlijk. 1-0. Eigenlijk allemaal door Busquets. Heerlijk. Busquets. Ja, ja. De MVP nu al van deze wedstrijd. Heerlijk. En 2-0. En Trivellaatje. Mbappé. 3-0. Hij klikt op pauze. Gaat hij dan weg? Jazeker, 20-0, rang 1 is binnen. Door rewards krijg ik 3 player picks, 85 keer 5, 87 keer 2. En de rest, die goede pack natuurlijk, zit er ook bij. Maar we beginnen met 3 player picks. Kom op, eindelijk een keer wat goed, please. In de eerste player pick zit... Savio. In de tweede player pick, kom op, Bellingham. Cancelo, Vinicius! Ja, ja! Heerlijk! Woehoe! Vinicius Junior! Ja, dat is een van de beste! Dat is echt heerlijk! Ik weet niet hoe duur die is, volgens mij echt 9 mil of zo. In ieder geval friet duur. Vinicius in de tweede player pick. Wie zit er dan in de derde? Wederom niks. Maar Vinicius, ja, daar kan je natuurlijk niet om zeuren. Oké, okay, 85 keer 5, tradable. Er zit geen Team of the Season in, dat is jammer. Wie is het dan wel? Is het Mane? Ja, what the fuck, die is 86. Dat is heel slecht. Wie zit er dan nog achter? En 87. 87 keer 2. Laat dit dan een Team of the Season zijn. Kom op. Ach, weer niet. Oké, dan moet het in de 3 Team of the Season La Liga pack gebeuren. Oké, daar staat hij. De La Liga Team of the Season 3 players pack. Nou, we gaan hem gewoon openen. En we zien wel wanneer Bellingham eruit komt. Kom op. Brazilië. Linksmid, dat is Savio. Oké, die is 93. Dus er kan van alles achter zitten. Kom op. Wat zit erachter? Dit is Camavinga. Oké, okay, daar ben ik helemaal niet ontevreden over. Volgens, nou ja, als ik die stats zie, moet die toch wel wat waard zijn. Camavinga is 500k. Oké, okay, dat is netjes. Savio is 50k. Die verkoop genees. Oké, okay, Camavinga is helemaal niet slecht. Maar dit was hem dan wel, jongens. Vond je deze video vet? Doe dan het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificatie aan, want dan mis jij helemaal niks. En ja, ik zie jullie bij de volgende video weer. Later.